Collega's, Europa is aan het slaapwandelen in de richting van een ramp. Rusland en China stemmen hun strategieën af. De een staat op het punt om Oekraïne binnen te vallen en de ander wacht op zijn kans om Taiwan in te nemen. Dat is ook onze zaak, meneer Borrell. Want beide conflicten zullen Europa in het hart treffen. Een vluchtelingenstroom, een peperdure energierekening en een tekort aan halfgeleiders dat onze economie platlegt. We lijken niet te beseffen, collega's, dat de brute machtspolitiek het einde van ons westers overlegmodel betekent. Dat in een wereld waar internationale regels niet meer gelden, Europa compleet machteloos staat. Dat we de speelbal worden van autocraten als Poetin, Xi en Erdogan aan het worden zijn. Dus laten we, collega's, zoals mijn voorgangers zeiden, laten we als parlement aan de alarmbel trekken en onze Europese leiders wakker schudden. Laat ons eerlijk zijn, meneer Borrell. Een Rapid Reaction Force van 5000 man is een doekje voor het bloeden. We hebben een echte Europese defensie-unie nodig met, als u het mij vraagt, een geloofwaardig Europees leger, gesteund door een gezamenlijk, duidelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Laten we stoppen met die nationale veto's en één leider naar Moskou sturen, meneer Borrell. Één leider. U, de Europese leider, met een sterk mandaat op zak. Collega's, een einde aan een unanimiteitsregel, een gezamenlijk hoofdkwartier en een Europese commandostructuur, dat moeten de prioriteiten zijn van de conferentie over de toekomst van Europa. Want macht, collega's, heeft tegenmacht nodig. Wat we nodig hebben, is een grote sprong voorwaarts. Laten we die sprong dan ook doen, collega's. Dank u wel.